Rust overheerst op het trainingsveld van FC Dordrecht dinsdagochtend. Een avond daarvoor verloor de ploeg van trainer Michele Santoni in Eindhoven met 1-0 van Jong PSV. En daar houdt de oefenmeester een zuur gevoel aan over. We spelen tot de 70 meter een van onze beste wedstrijden. En, je weet dat je tegen een tegenstander als PSV, en hetzelfde dat voor Jong Ajax en Jong AZ, en elftal met heel veel talent, dat je wel altijd een kans tegenkreeg. Maar goed, daar scoren ze ook niet. En, je gaat de rust in met het gevoel van oké, nu gaan we doorzetten wat we mee bezig waren en we gaan de punten naar Dordt meenemen. Alleen nogmaals, het was heel goed tot aan 70, 75 meter en in de laatste fase niet goed genoeg. Als redenen hiervoor noemt hij dat veel spelers voor het eerst met elkaar speelden en heeft ook nog niet een helemaal fitte selectie. Door de nederlaag is FC Dordrecht na twee duels nog puntloos. En vrijdag wacht alweer een thuisduel met Jong Utrecht. Sowieso vandaag herstellen, ook mentaal. Want ik moet eerlijk zeggen, die jongens waren ook zwaar teleurgesteld. Want die hadden ook het gevoel dat ze goed bezig waren. Je hoorde alle kanten, PSV had het echt moeite om ons weerstand te bieden. Ze wisten niet meer hoe ze moesten druk zetten. Ze kwamen altijd te laat. We hadden altijd een tevreden oplossing, die vonden we altijd. Alleen waarschijnlijk zijn de verwachtingspatronen volledig veranderd. Vorig jaar, na twee wedstrijden, als je zulke prestaties had geleverd, kon je er zeer tevreden over zijn. En nu ben je zwaar teleurgesteld. Dus dat zegt ook iets over wat we van elkaar verwachten. En dat biedt wel mogelijkheden om weer stappen te maken. Eerste spits Stijn Meijer en rechtsback Ruggiero Mannes zijn nog voor langere tijd uitgeschakeld. Terwijl deze Jamilio Pinas eind augustus weer inzetbaar hoopt te zijn.